Na 28 jaar afwezigheid komt Lohengrin terug in de Munt. Lohengrin is de zesde opera van Richard Wagner, de grote Duitse componist, boegbeeld van de Duitse romantiek en groot hervormer van de opera. Hij noemde het zelf een romantische oper. Na Lohengrin zou hij zich gaan wijden aan het muziekdrama dus. Het muziekdrama waarin eigenlijk meer het drama het overwicht neemt op de muziek en waarin de noodlotslijn van A tot Z doorgetrokken wordt. Lohengrin is dus de laatste grote romantische oper. En we vinden daar zeker nog een aantal aspecten van die opera, zoals Wagner het beschouwde, eigenlijk een traditioneel genre in terug. Een traditioneel genre wat teruggrijpt op de verwezenlijkingen van grote operacomponisten als Carl Maria von Weber en ook zelfs Fidelio, de enige opera dan van Beethoven. Daar vinden we zeer veel elementen van in terug. Dat betekent dat dit werk een zeer grote lyriek in zich heeft, een pracht van een lyrische partituur vertoont, maar tegelijkertijd ook een aantal van die meer formele aspecten van de traditionele opera heeft, zoals arias, zoals koren. Tegelijkertijd zitten in deze partituur ook al heel wat aanzetten voor zijn latere evolutie. Vinden we bijvoorbeeld de inbreng van het noodlot vanaf het begin van de ouverture tot helemaal aan het einde van de finale. Maar krijgen we ook een enorm grote dramatische geladenheid van de rollen in dit werk. En dat maakt van Lohengrin een heel bijzondere mix van traditie en vernieuwing. Lohengrin is ook misschien wel Wagners meest politieke werk. Niet alleen kwam het werk tot stand in een periode waarin Duitsland in rep en roer stond door de revolutie. Heel Europa stond trouwens in rep en roer door de revolutie. Maar Wagner heeft zich daar zelf ook persoonlijk heel sterk in geëngageerd voor de linksrevolutionaire ideeën. Heeft hij zelf op de barricade gestaan in Dresden in 1849, net kort na de voltooiing van de partituur van zijn Lohengrin. Dat is hem trouwens niet in dank afgenomen dat hij daar zo politiek geëngageerd was. De machthebbers hebben hem persona non grata verklaard in Duitsland. Hij is moeten vluchten en hij heeft zelf ook de première van zijn Lohengrin niet kunnen bijwonen. Daar heeft hij nog 11 jaar moeten op wachten. Lohengrin is voor ons ook een bijzonder werk, omdat het een van de weinige grote werken uit het repertoire is dat zich in onze regio's afspeelt. We zitten in het Antwerpen van de 10e eeuw. Een historisch feit ligt aan de basis, namelijk Hendrik de Vogelaar, die in onze streken op dat moment komt ronselen voor zijn grote strijd tegen de invallen van de Magyaren in het oosten van het Duitse Rijk. En boven die historische laag komt ook nog de laag van de mythologie, de mythe van de zwaanridder Lohengrin wordt daarboven geplakt. Dit is uiteraard ook een opera, zoals de meeste opera's, die gaat over de liefde, de absolute liefde en het absolute blinde geloof in elkaar. Is het mogelijk? Is het niet mogelijk? Het zijn vragen die de mens toen en nu moet beantwoorden. Het zijn existentiële vragen, want uiteraard stelt Lohengrin ook grote existentiële vragen. En dat is ook nog een aspect wat ons mensen van de 21ste eeuw enorm aanspreekt, ook vandaag nog. En als je al die aspecten bij elkaar telt, die ik opgenoemd heb, zowel het politieke, het historische, het mythologische, het existentiële, dan denk ik dat je duidelijk kan stellen dat we hier met deze Lohengrin een werk hebben dat over ons mensen van vandaag spreekt en dat ons nog vandaag ook uitermate kan boeien. Lohengrin verwacht u.